De situatie van winkeliers en ondernemers in Suriname is beroerd. Woorden van de voorzitter van de Winkeliers- en Ondernemersvereniging in Suriname, Gretel Wolfram. Zij zegt dat veel ondernemingen genoodzaakt zijn te sluiten omdat zij niet meer uitkomen met hun huidige inkomsten. Dan heb ik het over winkeliers, dus supermarkten. Ik heb het ook over bakkerijen, bouwmaterialenzaken. De meeste mensen die vooral nu ook huur moeten betalen, zij komen niet uit. Want je moet nagaan, als je huur moet betalen van 2000 US naar boven, sommige winkeliers betalen zelfs meer dan 10.000 US. 10.000 US maal 20 grofweg is 200.000 per maand. Ze halen dat niet. En de meeste mensen van nu, ze komen zelf al niet uit met hun salaris. Dus wat doen ze? Ze kopen de hoognodige items in de winkels, zoals de basisgoederen. Luxe items gaan nu niet meer makkelijk door de bank heen, waardoor de inkomsten veel minder zijn en de onkosten worden hoger. EBS wordt hoger, SWM is sowieso ook al verhoogd. EBS is trouwens ook al verhoogd. Telesuur, onkosten zijn ook al verhoogd. Dus de onkosten zijn hoger. Salarissen moeten ook hoger dingen worden voor de, dingen voor de arbeiders. En de inkomsten zijn minder. Wolfram vindt het opmerkelijk dat er de afgelopen tijd veel bakkerijen over de kop zijn gegaan. In de maand september zijn 3 bakkerijen gesloten en dat zijn er nu veel meer. Wolfram zegt dat slechts de regering de situatie van de ondernemers kan verbeteren. Nou, als eerst speelt de economische situatie een rol. De economie zou eigenlijk gewoon tot de bloei gebracht moeten worden. En dat heeft de WOVS eigenlijk niet in handen. Dat heeft de regering zelf in handen. Los daarvan zou de regering eigenlijk veel beter met zijn partners moeten afstemmen wat een handelbare of wat een strategie is om een veel betere economische situatie te creëren. En ook een betere situatie voor ondernemers. Maar los van hun partners ook gewoon de ministers onderling, de RVM. Ze moeten eigenlijk veel beter afstemmen wat er precies gedaan zou moeten worden. Ondernemers die vanwege de moeilijke situatie genoodzaakt zijn te sluiten, kunnen bij de vereniging terecht voor de nodige bijstand.